Boys! Vandaag wil ik liever anoniem blijven. Daarom hebben mijn stem en mijn gezicht onherkenbaar. De laatste dagen wordt Brugge geterroriseerd door een grote groep terroristen. Ik wil niet dat ik ook gepakt word, dus daarom ben ik anoniem. Ja, het is fucked. Ik kan mezelf ook verdedigen met mijn meatclass. Dat terzijde. Vandaag een belangrijke video over de Zehbi's. Als jullie nog niet hebben gehoord wie de Zehbi's zijn. Kijk, ik weet zelf niet of je het zo uitspreekt, maar als jullie niet weten wie de Zehbi's zijn, dan gaan jullie echt een hele leuke video hebben. Stel je weet wel wie de Zehbi's zijn, dan ga ik jou sowieso dingen vertellen die jij nog niet weet over de Zehbi's. Ik heb ook geen zin om anoniem te blijven, daarom doe ik mijn anonieme zonnebril af. Ik weet niet of jullie naar het nieuws kijken, maar als je naar het nieuws kijkt en als je kan lezen en als je op internet zit, heb je waarschijnlijk wel al gehoord van de Zehbi's. Zehbi's, het is een groep terroristen die Brugge terroriseert. Volgens de krant en zo is het allemaal heel fucked op, snap je? Brugge beeft voor meisjesbende. Wat bezielt de Zehbi meisjesbende die Brugge zo terroriseert? Meisjesbende genaamd Zehbi's terroriseert buurtstation Brugge. Dat klinkt allemaal heel fucked op. Klinkt alsof er bende meisjes met kalasjnikovs in het station zijn gelopen en daar allemaal molotov cocktails hebben gegooid en allemaal mensen hebben afgeknalde shit. Alsof er mensen vermoord zijn en zo. Je zou denken dat er een hele grote groep vrouwen of zo die opkomt voor hun geslacht. Ik weet het niet. Nee. Ze hadden geen kalasjnikovs, geen molotov cocktails. Wat ze wel hadden, niks, joh. Kijk, de Zehbi's, het is speciaal, snap je? Het is een heel speciaal geval. Het is ook weer typisch dat in Brugge gebeurt. Dat is 10 minuten voor waar ik woon. West-Vlaanderen gang. Zehbi. Hele leuke naam om te geven aan je groep. Het is een Arabisch woord, het betekent kanker. Dus dat is geen grapje. Zehbi betekent kanker in het Arabisch. Dus ze noemen hun eigen groep de kankertjes of zo. Toepasselijk. Deze meisjes kunnen heel simpel gedefinieerd worden. Ze hebben Stan Smith, zwarte Nike Air Force of Huaraches. En dan in het wit. Als broek gewoon skinny jeans. Zo skinny als ze maar kan. Zo skinny dat er geen bloed meer door hun been loopt. En dan daarop dragen ze een t-shirt Thrasher. En ze hebben zo lang haar en ze hebben zo gezegd. Grappige van allemaal, ze zijn 14. Ze terroriseren Brugge en ze zijn 14. Als je als 14-jarige in de krant kan komen met de krantkop terroriseren station Brugge, dan moet je echt al gekke dingen doen. Dan moet je dingen doen die het woord terroriseren waard zijn, snap je? Een tienerbende bestaand uit een zestal meisjes maakt de buurt van het station in Brugge onveilig. Ze pesten, slaan, schoppen en duwen hun willekeurige slachtoffers. Wow, ze slaan, ze schoppen, ze duwen, ze pesten. Maar ze terroriseren het station, snap je? Oh, joh. Als jij door Brugge station komt, laat even weten aan je mama als je er veilig door mag komen, ja? Anders kan je geduwd worden door deze meisjes. Of gepest worden, of geslaan door 14-jarige meisjes. Kijk, het kan altijd als ze vlindermessen bij hebben. Dat zou er dus bij staan, dat zou ook steken. En ik zie nergens staan dat ze steken. Opnieuw duiken er vanuit Brugge video's op van zinloos geweld. Er is inderdaad al de derde keer dat er video's opduiken uit Brugge van zinloos geweld. Deze keer zijn het 14-jarige meisjes. En het zijn de Zehbi's. Snap je? Het zijn de kankertjes. Ze worden aangespoord door een 15-jarig meisje. Dus hun leader is 15 jaar. 15 jaar en zwanger. Dat heb ik afgelezen uit deze chat. Dat is een hele leuke chat die ik gekregen heb van Insight Information. Zeg jij zwanger? Ja, maar het moest stijl blijven. Daarom stond het anoniem. Oei, dat wist ik niet. Ben je zeker dat je zwanger bent? Jop, twee testen gedaan. Oei, geen abortus doen. Jawel, wel abortus doen. Sorry, maar wel abortus doen. We willen niet daar nog zo Zehbi's op de wereld komen. Je hebt 16 and pregnant. Je hebt 15 and pregnant. En dan heb je Zehbi and pregnant. Dat is dit. Fucking nice. Gewoon wel abortus doen. Dat is het beste wat je kan doen. Gewoon voor één keer is het helemaal niet erg. Liever dat mijn tante het kindje opvoedt, want ik wil niet dat het honger heeft of zo. En dan zegt die andere weer, beter even niet naar school gaan. En je gaat wel kunnen horen, maar misschien gaat het een beetje moeilijk zijn. Je bent zelf nog baby. Ik ga niet veel praten. Waarschijnlijk zijn er mensen gehyped om te zien hoe erg deze video's nu echt zijn. Hoe hard de Zehbi's nu echt Brugge terroriseren. Nou, ik kan jullie zeggen, de video's zijn echt vreselijk. Nog een leuke insider is dat deze meisjes op de school zitten waar ik vorig jaar ook zat. KTA Brugge! Gang! Deze video heeft geen geluid. Ik weet niet waarom. Wauw. Nee. Oh shit, wat had ik daar net gezegd? Schoenen. Ik denk dat dit Stan Smith zijn. Ik denk dat dit ook Stan Smith zijn. Zwarte Air Force. En ik zie skinny jeans broeken die zo strak zijn dat er geen bloed meer door de benen komt. Hebben jullie die kick gezien? Wauw! Ho! Ho! Ha! Het grappige is, dit gebeurt allemaal dus ja, bij het station van Brugge. Als mensen dit zien gebeuren in het echt, dan lach je daar ook gewoon mee. Als je een groep van meisjes ziet die een beetje op elkaar aan het slaan zijn en aan het trappen zijn, dat is grappig, snap je dat? Blijkbaar stonden er ook veel jongens bij en zo. Stonden er ook allemaal jongens rond die zo gewoon aan het kijken waren en dan dachten zij van, waarschijnlijk een van die jongens heeft dus dat meisje zwanger gemaakt. Kijk, ik wil niet grappig doen of zo, maar zie je die bijna? Kijk, als je daar seks mee hebt, dan dat breekt. Ah, Fuck, het idee alleen al. Hoe de fuck gaat er daar ooit dat baby? Jullie zien dat deze video's heel serieus zijn. Er wordt een beetje al haar getrokken en zo. Er wordt een beetje, wauw. Dit is echt zo'n typische fight, snap je? Wow. Ik denk dat daar iemand stond. Duidelijke jongen, kan je zien, het is geen skinny jeans, het is geen speciale schoen. Deze meneer is gewoon aan het kijken en die dacht waarschijnlijk ook gewoon van... de Zehbi's. Kijk, ik weet niet waarom er hier zo'n schaduw staat, maar Scepter nieuws, fuck you. Wauw, en dan is het gewoon Worldstar. Snap je, dan zie je niks meer van de beelden, dan is het gewoon ruïna. Ja, dat is heel fucked up. Kijk, waar heb ik hier nog over te zeggen? Ik weet wie die meisjes zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat weten, want ze zijn redelijk populair nu. Ze zijn 14 en de krant zag dat ze Brugge terroriseren. Dat is fucking nice. Dit is één van die meisjes. Ik heb haar hoofd gelukkig wel geblurred, want dat zou een beetje fucked up zijn als ik dat niet had gedaan. Zoals je ziet, Thrasher t-shirt, spannende broek aan Huaraches. En er staat een leuke quote bij. If you could read my mind... you'd know how hard I tried. Holy! What the fuck? Zoals je ziet, dit is een Zehbi. Je kan zo goed kanker in je intro zetten op Facebook. Er is geen verschil. Het zijn 14-jarige meisjes. Kijk, ik ga niet zeggen dat we ze deden volledig verkeerd was of zo. Maar volgens mij is dit gewoon niet super serieus. Snap je? Ik weet niet waarom dit zo serieus genomen wordt. Nu worden die meisjes echt gezien als criminelen. Kijk, en dat is fucked op, snap je? Maar er gebeuren veel ergere dingen in stations dan meisjes die op dag legt. Meisjes die een dag legt. Gewoon een beetje zo... is fucked up, oké, past is niet chill en zo, en slaan en schoppen en duwen is niet chill, maar wat bezielt de Zehbi meisjesbende die Brugge zo terroriseert? Ze zijn 14! Wat bezielt meisjes van 14 en 15 jaar om andere meisjes in elkaar te slaan, te bedreigen of zelfs op de treinsporen te proberen gooien? Kijk, in het vorige artikel stond er duwen, trekken en slaan. Hier staat er bedreigen, slaan en op fucking treinsporen duwen. Kijk, wat de fuck moet je hiervan geloven? Ik weet het ook niet. Brugge is in de ban van de Zehbi's. Wat Arabisch is en straattaal voor verdomme. What the fuck is dit met al deze rare shit? Op deze site staat er Arabisch voor kanker. Een Instagram-pagina is ook verwijderd. Ze hadden dus ook een Instagram-pagina waarop al hun vechtfilmpjes stonden. Er werd waarschijnlijk heel serieus gevochten daarop, snap je? Zoals je in die andere filmpjes kan zien. Snap je? Dit is Worldstar. Er is een beetje trekken, een beetje duwen. De helft staat daar ook zo van, oh, rustig, rustig. En dan wordt er zo weer gedaan. Dit is niet terroriseren. Kijk, ik weet dat ik door station Brugge kan lopen. Daar niks gaat gebeuren. Er is echt overdrijven, maar oké, het is wel grappig, snap je? Grappig om 14-jarige meisjes op elkaar te zien slaan. En duwen. En trekken. En bijna op de treinsporen duwen. De bende valt vooral de leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum lastig. KTA Brugge represent! Ik zat daar ook. Ik ben daar ook buiten gestuurd. Niet omdat ik mensen duwde of sloeg of op de treinsporen probeerde te duwen. De meeste bendeleden zaten op die school, maar zijn ondertussen buiten gegooid of geschorst. Bendeleden. Als je dat woord hiervoor kan gebruiken, waarom? Waarom maakt de media hier zo'n fucking groot probleem van? Dit is niet goed voor de reputatie van West-Vlaanderen. Nu denkt iedereen dat West-Vlaanderen bang is van een groepje 14-jarige terroristen. Snap je? What the fuck? Niemand is nog veilig voor de meisjesbende genaamd Zehbi's. Jonge meisjes worden zonder reden kapot gemaakt. Niemand is veilig, snap je? Ik durf niet meer naar Brugge gaan en door het station te lopen. Stel je voor dat de Zehbi's komen. Stel je even voor, ja. Wauw. Afgelopen donderdag viel bijna iemand op het spoor bij het geweld. Kijk, er is weer iets anders. De standaard zegt dat mensen op de sporen werden geduwd. Viraal vandaag is volgens mij niet zo betrouwbaar, maar oké. Zagen daar mensen door het geweld op de sporen bijna vallen. En Radio 2 zag daar helemaal geen sprake was van op de sporen duwen en zo. Dat was er ook niet. Dat is niet gebeurd. Dat was de bedoeling, maar dat is niet gebeurd. Media is echt fucked. Media trekt al deze dingen zo fucking zwaar uit elkaar. Wat ik ook zeker ben over deze meisjes is dat ze allemaal zo met een Marokkaanse accent praten. Allemaal zo, voilà. Wij zijn de Zehbi's en Liz. En dan slaan ze een beetje en dan schoppen ze een beetje op elkaar. Ze zien er gewoon chill uit, snap je? Het is gewoon kut als ze zwanger zijn. Dit is een Zehbi. Dit is een meisje. Stel je voor, je bent mama, je loopt 9 maanden rond met een baby aan je buik en dan produceer je dit. En dan 14 jaar later wordt je dochter beschreven als terrorist. Omdat ze het station terroriseert. Door meisjes te duwen. Ze zaten dan ook allemaal in hun intro Zehbi's. Yo, fuck. Dit meisje heeft de brecht naar mij gestuurd. Je mag echt niet stoppen. Oh, fuck. Ik moest stoppen met deze video te maken. Ik wist dat dit ging gebeuren. Oké. Als de Zehbi's dit zien, sla mij alsjeblieft niet in elkaar als ik door Brugge loop. Oké. Werkt bij UKF Drum and Bass. Dus mensen die naar Drum and Bass luisteren, krijgen nu ook nog eens een slechtere naam door jullie. Deze meisjes zijn 14 en ze gaan naar jump-up feestjes. Zien jullie deze meisjes al staan op deze muziek? Nee, ik ook niet. Ze zijn zo groot, ze zijn 1,40 meter, beide zijn zo dik, ze slaan en schoppen. Genoeg internet voor vandaag, oké. Dames en heren, tot de volgende keer. Like, klik op een andere video. Doei. even nog, mensen kunnen zeggen dat ik dit doe om de video 10 minuten te maken, dat is niet waar. Als jij zin hebt om naar mij te kijken op Twitch, volg mij dan zeker op Twitch. Het kan goed zijn dat ik op dit moment live ben, misschien niet, maar ik livestream wel veel. Mijn Twitch is yadsacid, ga me daar even volgen, zet meldingen aan, ik stream veel, go check it out. Yeah, daar spelen games, woe, kijk, yeah, leuk, dag, woe.